Jupiter, de grootste van onze planeten, die heeft 4 manen. Die kun je al zien als je er met een gewone verrekijker naar kijkt. En dat noemen we de Galileïsche manen. En die manen die zijn bijzonder, want 3 van die Galileïsche manen die bestaan helemaal uit ijs. En het vermoeden bestaat dat er onder dat ijs een enorme oceaan van water zit. En waar vloeibaar water is, daar zou best wel eens leven kunnen zijn. Op 13 april vertrekt er een hele bijzondere missie naar Jupiter met de mooie naam JUICE. Die is een aantal jaren onderweg en die gaat die Galileïsche manen aandoen. En die gaat dan kijken of er sporen van leven gevonden kunnen worden rondom die manen. En als we dat vinden, dan is dat mogelijk het allereerste bewijs van buitenaards leven. Dat doen ze door er heel dicht langs te vliegen en dan ook met speciale instrumenten naar die manen te kijken. En mogelijk vinden ze dan sporen van leven. Het duurt nog een aantal jaar voordat ze er zijn, dus we moeten nog even wachten op resultaat.